Dames en heren, dank u wel voor de uitnodiging om hier te komen. Prachtig gebied. Ik kom niet uit Amsterdam. Was hier nog nooit geweest, maar het is alvast een verrijking van de dag, kan ik u zeggen. Afgelopen maandag is de 7 miljardste wereldburger geboren. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Tenminste, dat denken we. De kans dat het in Azië was, dat is in ieder geval groot. Met meer dan 4 miljard mensen is Azië inmiddels het dichtst bevolkte werelddeel. India zal China voorbij streven als land met de grootste bevolking. En het is maar de vraag of je daar blij mee moet zijn. En alhoewel elke gezonde geboorte uiteraard gevierd moet worden, is die sterke groei van de wereldbevolking niet per se een feestje. Nog maar 12 jaar geleden werd de 6 miljardste aardbewoner geboren. En al in 2025 staat de teller straks op 8 miljard. Om naar verwachting nog door te stijgen naar 9 tot 10 miljard mensen aan het einde van deze eeuw. Qua ruimte is dat nog niet meteen een probleem. Zoals al in het journaal werd gemeld, als je die 7 miljard mensen schouder aan schouder zet, dan heb je ongeveer de oppervlakte van de provincie Utrecht. Dus die 10 miljard mensen kunnen makkelijk in de nieuwe Randstadprovincie, en die er tegen het einde van de eeuw misschien ook wel zal zijn. Maar mensen hebben meer ruimte nodig dan hun voeten op te zetten. Veel meer ruimte. Ruimte om te wonen, ruimte om te werken, maar vooral ook ruimte om hun eten te produceren. Ruimte om energie op te wekken. Ruimte om de grondstoffen te delven of te produceren voor alles waar ze gebruik van maken. Veel meer ruimte dus. Zeker als ze een consumptiepatroon hebben dat ook maar vaag lijkt op dat van de gemiddelde Nederlander. Want dan hebben we, en de schattingen variëren iets hoor, tussen de 2 en de 3 aardbollen nodig. En ik weet niet hoeveel vertrouwen u heeft in die Chinese ruimtevaartplannen, maar ik zie ons nog niet direct migreren naar een andere planeet om dat probleem op te lossen. Dat betekent dus dat we een andere oplossing moeten zoeken. En gelukkig hebben we als mensheid al eerder bewezen dat we dat kunnen. Want het is niet de eerste keer dat we spreken over de grenzen van onze planeet. De Engelse pessimist Malthus beschreef het al. Thomas Robert Malthus was een Britse demograaf, econoom en predikant en hoogleraar economie in Cambridge aan het begin van de 19e eeuw. En hij wees op de potentiële gevaren van bevolkingsgroei. En hij zei: het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor mensen een bestaan te produceren. En dat schreef hij in 1798. En hij stelde dat de bevolkingsgroei exponentieel zou zijn, terwijl de voedselproductie maar lineair zou stijgen, met het uitbreiden van het areaal landbouwgrond. Oftewel, voor meer voedsel zijn evenveel meer hectares nodig. En volgens de kille analyse van Malthus ontstaan dan bij overbevolking hongersnoden en oorlogen, waardoor een overbevolkte samenleving zich vanzelf wel weer in evenwicht brengt. En dan was er de Club van Rome. Deze groep onafhankelijke wetenschappers werd in 1972 in één klap beroemd, of berucht, met het rapport Grenzen aan de Groei. En dit rapport legde eigenlijk voor het eerst het verband tussen economische groei en milieu. En schilderde het beeld van oprakende grondstoffen. En dat kwam natuurlijk in tijden van de oliecrisis extra hard aan. Om maar te zeggen, we zijn al eens gewaarschuwd. Beide doemscenario's hebben we tot nu toe weten af te wenden door technologische vooruitgang, zeker. Maar ook door het aanboren van steeds meer nieuwe bronnen. Oerwoud is gekapt voor sojaplantages die de groeiende honger naar dierlijke eiwitten moesten stillen. De aardkorst wordt, nog steeds, afgespeurd naar de laatste reserves van fossiele olie en gas. En met ondergrondse aquifers kweken we rozen in de woestijn. Dat kan allemaal. Maar of het ook verstandig is. Zijn we ons, in de geest van Malthus, al bewust van het feit dat het extra land toch wel echt op zijn einde loopt? Dat we dus toekomstige economische groei en bevolkingsgroei minder makkelijk kunnen accommoderen door gewoon extra hectares in gebruik te nemen. Werken we, in de geest van de Club van Rome, hard aan het verlagen van ons gebruik van natuurlijke grondstoffen? Zetten we al genoeg in op een zoektocht naar alternatieven? Of hebben we eigenlijk deels gewoon weggekeken? Dilemma's voor ons uitgeschoven, zoals met de aanpak van broeikasgassen. Of uit politieke overwegingen bepaalde keuzes niet willen maken. Zo blijkt armoede te leiden tot meer kinderen, niet tot minder. Zeker waar onderwijs en sociale voorzieningen als pensioenstelsels ontbreken.
En zo blijkt de voedselproductie in het Westen wel veel efficiënter te zijn geworden, maar lijden toch meer mensen honger dan ooit. En onze auto's rijden dan wel op schonere benzine en met een tank komen we heel veel verder, maar het zijn nog steeds fossiele brandstoffen. We recyclen keurig papier en glas, maar we schrapen nog altijd de Zuid-Afrikaanse fosfaatmijnen leeg voor de landbouw, terwijl we aan de andere kant problemen hebben met een overdosis aan fosfaat in ons water, wat weer slecht is voor het milieu. Dat kan slimmer en dat moet slimmer. Mijn stip op de horizon, en de stip van D66 op de horizon, is een wereld waarin we die aangekondigde 10 miljard mensen allemaal een dak boven hun hoofd kunnen hebben. Evenals voldoende voedsel, voldoende schoon water, enige vorm van energie en enige vorm van vervoer, al is het maar een fiets. En ik zeg niet voor niets kunnen, want ook nu zullen politieke keuzes bepalend zijn. Maar als we niet sneller, veel sneller, zuiniger en slimmer omgaan met al onze grondstoffen, dan is de politiek straks niet eens in staat om die keuzes te maken. Sommige mensen, en u vast niet, zullen denken, nou, als er schaarste ontstaat, merken wij dat vast niet als eerste. Net zo min als wij er een boterham minder om eten, wanneer er elders op de wereld een hongersnood is. Of toch. Een aantal berichten uit de recente pers. De winst van grote bedrijven is de afgelopen kwartalen lager geweest door de hoge grondstofprijzen. De staalprijs is nog nooit zo hoog geweest door de groeiende vraag in Azië. En China verbood de export van zeldzame aardmetalen, die cruciaal zijn voor de productie van veel van onze elektronica. En dat laatste fenomeen is relatief nieuw op de internationale vrije wereldmarkt. Het veiligstellen van grondstoffen voor de eigen industrie. Ook dat risico kan de industrie in de markt afdekken, denken sommige economen. Maar als er geopolitieke factoren in het spel komen, kan dat toch wel eens lastiger blijken. Sinds de oliecrisis waar ik al even aan refereerde, weten we natuurlijk dat dat geldt voor energie. En we weten dat het afsnijden van de toevoer van energie een belangrijk politiek drukmiddel kan zijn. De buurlanden van Rusland worden daar nog steeds regelmatig mee geconfronteerd met die dreiging. Maar dat die geopolitieke druk zich mogelijk wel eens uit zou kunnen breiden tot andere grondstoffen, daar moeten we nog wel erg aan wennen. En dus kijken we een beetje met de blik van oude adel naar de nieuwe Chinese rijkdom die in China gronden en daarmee grondstofvoorzieningen opkoopt. Met een blik van, dat doe je toch niet? Nou, zij doen het wel. En met een reden. China heeft weinig eigen grondstoffen en een hele grote bevolking. En het politieke systeem accepteert, of wordt geaccepteerd, omdat, maar misschien ook wel maar zolang, als de welvaart stijgt. Economische groei is essentieel voor dat systeem en zonder grondstoffen geen economische groei. Ook Europa heeft heel erg weinig eigen grondstoffen onder onze grond. Maar we hebben wel een heleboel grondstoffen op onze grond. In de vorm van al die producten die wij, op wat dan heet onze volwassen markt, hebben circuleren. Producten in het magazijn, producten in de schappen bij winkels, bij consumenten, in gebruik bij bedrijven en instellingen en op de afvalshoop. En wat mij betreft is het tijd voor een mindshift. Echt een radicaal andere benadering. Inzetten op gebruik, ja, maar we moeten streven naar veel minder verbruik. Tijd voor, zoals het in het buitenland heet, een circulaire economie. Of, zoals ik het vorig jaar heb genoemd, een grondstoffenrotonde. Maak van Europa een grondstoffenrotonde, te beginnen in Nederland. Grondstoffen die blijvend in gebruik zijn, dan is in de ene vorm, dan is in de andere vorm. Zonder aan waarde te verliezen. Van colablikje via perforator naar autovelg. Of van poetslap via spijkerbroek naar matras. Hoogwaardig hergebruik dus. En niet het verbranden van grondstoffen of het storten ervan onderwegen. Het ontwerpen voor hergebruik is daarbij een hele belangrijke factor om het ook economisch haalbaar te maken. Als verschillende materialen zo op elkaar zijn geperst dat ze volgens de economische of zelfs de natuurkundige wetten niet meer te scheiden zijn, dan wordt het immers lastig om ze nog hoogwaardig te recyclen. Maar het kan nog beter. U bent waarschijnlijk allemaal wel bekend met de ladder van Lansing. Afval voorkomen staat daarbij helemaal bovenaan. En dat wordt ook steeds meer een economische realiteit. Want afval betekent namelijk kosten voor verwerking. Afval betekent verlies aan grondstoffen waarvoor wel betaald is. En als de concurrent hier veel minder aan kwijt is,
betekent afval dus ook een concurrentienadeel. Nou, toen ik mijn tekst, die ik eigenlijk net aan u heb uitgesproken, er straks nog eens nalas, toen dacht ik, tjonge, wat een hoop zorgen. Terwijl ik eigenlijk van nature heel erg een optimist ben. Maar dat is ook de reden waarom ik hier vandaag ben. Je zou kunnen zeggen, never waste a good crisis. Het is een gevleugelde uitspraak, een gevleugeld beginsel. En ook hier hoop ik dat die dreigende crisis allerlei prachtige initiatieven vleugels zal geven. Zoals dat van u. Ik noemde het net al even. Grondstoffen die in de vorm van onverkoopbare producten op de plank staan, kosten geld. Terwijl er ook winst mee te behalen is. Door met zo min mogelijk bewerkingen zoveel mogelijk nieuwe toegevoegde waarde te creëren. Dat is misschien wel de meest efficiënte vorm van recycling. En ik hoop hier vandaag een heleboel inspirerende mensen en voorbeelden te zien. Voorbeelden van hoe idealisme en realisme samengaan. Hoe groen en groei samengaan. En over versterken gesproken, ik denk dat wij elkaar ook kunnen versterken. U bent van de praktijk en ik van de politiek. En ik heb vandaag het belangrijke werk waar u in de praktijk mee bezig bent ook even in die brede internationale politieke context willen plaatsen. En dat politieke werk gaat ook volgende week weer verder. Dan praat ik met staatssecretaris Atsma over zijn afvalbrief. En daar zal ik pleiten voor meer hoogwaardig gebruik van grondstoffen. Daar zal ik ook pleiten voor, wat u hier aan het doen bent, het voorkomen van afval. En mijn D66-collega Gerbian Gerbrand die werkt hier ook aan in het Europees Parlement. En u gaat morgen in de praktijk weer aan de slag. Hopelijk heel erg gemotiveerd en geïnspireerd door alles wat u vandaag hier gezien heeft. En in die praktijk loopt u tegen een aantal hele lastige vragen op. Bijvoorbeeld over het intellectueel eigendomsrecht. Maar u heeft er vast ook al een hele slimme oplossing voor. En van beide, zowel de vragen als de oplossingen die u daarvoor binnen bereik ziet, blijf ik heel erg graag op de hoogte. Zodat ik onnodige belemmeringen voor slimmer gebruik van grondstoffen kan wegnemen. Jammer dat ik niet uw hele congres kan bijwonen. Ik was vanochtend bij het Delta-congres en ik moest straks ook nog even naar Greenpeace. Ik heb een hele brede portefeuille in de Tweede Kamer, variërend van economie of energie, milieu, klimaat en grondstoffen, water en zelfs scheepvaart en luchtvaart. Maar omdat ik dus niet bij de paneldiscussie kan zijn, heb ik mijn speech wat korter gehouden en wil ik u heel graag de gelegenheid geven om een paar vragen te stellen. Voor zolang als dat in de planning past, uiteraard. Hartelijk dank. Nee, blijft u lekker even achter de microfoon. U mag ook bij mij meedoen. Ja, zijn dat directe vragen? Ik heb nog wel, kunnen jullie even nadenken, een vraag. Is het indrukwekkend, of eigenlijk bijna pijnlijk, hoeveel er in één portefeuille gedouwd kan worden. Het is bijna niet mogelijk om dan op elk gebied de deskundigheid te ontwikkelen die gewoon eigenlijk nodig zou zijn. Maar zou u in principe bereid zijn, toen het nog niet was, hebben we het er even over gehad, nieuwe combinaties, dat is eigenlijk de uitdaging. Mm-hmm. Je kunt niet branche voor branche de wereld redden. Ik denk dat samenwerking tussen politiek, cultuur, ondernemers heel erg belangrijk is. Zou u in principe bereid zijn om ook eens ruggespraak te houden met de creatieve sector? Te zeggen, ja, jullie zijn weliswaar niet van de CO2 en ook niet van de scheepvaart, maar er zijn misschien oplossingen te bedenken, juist in samenwerking. 1+1=3. Ja, absoluut. Doe ik heel erg graag. Dat is ook eigenlijk, naast zeg maar, de bredere context die ik u wilde schetsen, van hoe belangrijk het is eigenlijk waar u mee bezig bent, ook zeker de uitnodiging die ik wil doen. Als we dit probleem willen oplossen, dan zullen we echt naar hele andere modellen toe moeten. Dan moeten we over grenzen heen. De overheid moet over grenzen heen, waar het gaat om de eigen regelgeving. Bijvoorbeeld door iets wat ooit eens afval was, niet langer afval te benoemen, waardoor je het gewoon van het ene land naar het andere land mag brengen. We zullen in de wetenschap over grenzen heen moeten. Hoe kun je materialen opnieuw gebruiken zonder waarde te verliezen? Maar ook gewoon tussen heel verschillende sectoren zullen we grenzen over moeten. We zullen moeten gaan naar hele nieuwe samenwerkingsmodellen, waarin je eigenlijk misschien als producent echt eigenaar blijft van die grondstoffen, die dan eens in de ene vorm en dan eens in de andere vorm op de markt zijn. Ik denk dat een sector als de creatieve sector onmisbaar is bij het winst halen uit dat proces. Omdat er volgens mij echt geen kwestie is van dingen minder gaan doen. We moeten dingen slimmer gaan doen, innovatiever gaan doen. En ik denk dat de creatieve sector een belangrijke rol daarbij kan spelen. Dus die uitnodiging neem ik graag aan. En als u dus goede ideeën heeft, maar ook als u vragen heeft als u ergens tegenaan loopt, kan niet beloven dat ik ze meteen kan oplossen. Maar ik hoor ze wel graag, anders weet ik überhaupt niet waar ik moet beginnen. Iemand? Meneer? Lucas Hendricks, je had het even over groei.
toch even een vraag. Volgens mij is het heel erg duidelijk, dacht ik, maar dat we in toegaan naar een uiteindelijk belangrijke krimp. Share is volgens mij ook een hele belangrijke toekomst. Er komt iets minder hier aan bod. Maar een ander is de schade van groei. Je hebt economische groei en welvaartsgroei. Volgens mij moeten we steeds meer het onderscheid gaan maken tussen die twee. Dat we meer moeten concentreren op welvaartsgroei. Een minimale kwaliteitshandhaving op andere wijze dan de economische groei. Mm-hmm. En daar zit volgens mij nog steeds een belangrijke valkuil. Helemaal eens dat economische groei niet per se... We hebben welvaartsgroei en economische groei heel vaak beschouwd als echte synoniemen. Maar dat is het wat mij betreft niet. Als we werkelijk gaan kijken naar welvaart, betekent dat we ook veel meer oog moeten hebben voor schone lucht, schoon water, een schoon milieu, natuur in onze omgeving. Die allemaal enorm bijdragen aan onze welvaart, letterlijk ook aan onze gezondheid, maar ook aan ons welbevinden, aan ons welzijn. En de tijd dat we echt welvaart en economische groei echt als synoniemen behandelden, dat raakt denk ik gewoon aan zijn einde, omdat soms die economische groei ten koste gaat van de welvaart. En als je nadenkt over een aantal van de milieumaatregelen die we eigenlijk sinds het rapport van Rome hebben genomen, dan zie je dat men zich daar dat ook al gerealiseerd heeft. De uitdaging ligt er voor mij, wat mij betreft niet, of ligt erin om niet te zeggen, nou dan moeten we het maar minder doen, maar om na te denken hoe kunnen we het dan slimmer doen. En zo ben ik dus gekomen op dat onderscheid tussen blijven gebruiken en verbruiken. Als je iets verbruikt, dan is het daarna weg en vormt het eigenlijk een last. Want het is op aarde natuurlijk nooit weg. Alles blijft in de een of de andere vorm uiteindelijk op deze aarde. Maar als we dingen kunnen blijven gebruiken, dan hebben we er nu plezier van, maar straks ook nog. En dat is wat mij betreft de uitdaging ligt. En daarom vond ik dit, omdat ik een hele drukke agenda heb, gewoon een prachtig initiatief om te zeggen, nou, ik kom hier graag langs, want dit was voor mij een hele nieuwe invalshoek. Ik had nog nooit van gehoord dat mensen echt energie staken in het, met zo minimaal mogelijke aanpassingen eigenlijk, datgene wat we al hebben, gewoon weer te laten renderen. En vandaar dat ik echt heel erg graag vandaag hier ben om van jullie die inspirerende voorbeelden te zien en jullie een hart onder de riem te steken van, ga vooral heel erg hard hier aan werken. Ik vind het een fantastisch initiatief. Goed hoor, hoe je dat allemaal doet. Nee, echt waar. En dan even als laatste hele onbeleefde vraag en ook helemaal niet vooraf overlegd, zeker niet met Droog. U weet, overtuigen is beleven. Dus zou het denkbaar zijn dat in de Kamer objecten die voortkomen uit deze samenwerking ooit te zien zijn, zodat mensen erover gaan praten? Nou, ik vind het een fantastisch idee. Laten we kijken of we dat kunnen organiseren. Ik kan u niks toezeggen, maar ik vind het wel heel erg mooi. Want het is iets wat, op een heleboel punten ben ik heel erg kritisch over dit kabinet. Maar ik moet wel zeggen dat staatssecretaris Atsma, toen ik vorig jaar dat idee van de grondstoffenrotonde lanceerde, hij het wel zag. En hij is er meteen mee aan de slag gegaan. Nog voordat al zijn ambtenaren het eigenlijk wisten, zei hij, ja, dit gaan we doen. Toen stonden ze een beetje, oh. Maar dat heeft hij dus wel gaan doen. En die afvalbrief die er nu ligt, had wat mij betreft een grondstoffenbrief mogen heten. Ik vind het jammer dat hij nog steeds afvalbrief heet. Want wat dat betreft ben ik het met die bekende slogan wel eens. Afval bestaat niet. Volgens mij moeten we daar wel naartoe. Moeten we echt proberen om alles zo hoogwaardig mogelijk te gaan hergebruiken. En ik vind dit een ontzettend leuk idee om te kijken of we dat ook tastbaar kunnen maken voor niet alleen de mensen die zich in mijn Kamercommissie daar allemaal bezighouden, dat zijn er 10, maar ook voor de andere 140 leden van het parlement en iedereen die bezoekt. Dus ik ga daar graag met u over nadenken. Ja. Erik is van de slogan afval bestaat niet. Nou, bekend. Is hij te huur of te geef? Volgens mij is hij zo bekend dat ik niet eens meer het R'tje erbij hoef te tekenen. Nee. Hartelijk dank. Ik nodig denk bij deze iedereen uit om onder leiding van Droog specialisten je achter kennis te nemen van alle nieuwe, mooie up-producten.